Ik ben vandaag in Eelderwolde op bezoek bij Jos Hooiveld. We zitten in je mancave. En ik ga je doorzagen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Omschrijf jezelf eens in 3 woorden. Ja, gezellig. Ook best wel... ja, best wel eerlijk. En, maar ook best wel iemand die mensen... Ja, dat zijn al wel veel meer woorden, maar... gezellig, eerlijk en... Lang van stof. Ja, lang van stof. Ik zal dat kort houden. Wie was je beste trainer? Pochettino. Wie was je slechtste trainer? Gregoric. Wie is je grote idool? Puyol. En buiten voetbal? James Bond. Wat is je slechtste wedstrijd? Tegen West Bromwich, Lukaku. Wie was je beste medespeler? Beste medespeler was Aram Lallana. Omschrijf jezelf eens in 3 woorden. Eerlijk, people pleaser en gezellig. Ja? Vind je het nu gezellig? Nou ja, dat komt door jou. Dat komt door jou met die lange lijst. Waar ben je meest trots op? Toch wel op hoe ik het heb geschopt, hoe ver ik het heb geschopt in de voetballerij. Niet op je kinderen? Ja, maar dat, ja, kinderen natuurlijk. Waar ben je meest trots op? Op mijn 2 kleintjes. En wat was je mooiste club? Celtic. Waar heb je spijt van? Dat ik niet langer bij Southampton ben gebleven onder Koeman. Wat was het gekste moment uit je carrière? Oei. Ja, er zijn er wel veel hoor, maar een van de gekste was toch wel in de ontgroening, zeg maar, in Finland. Moest ik op een podium voor alle jongens, moest ik in hoe heet dat, cellofaan tape, of hoe heet dat spul waar je doorheen kan zien, moest ik naakt in de stad Amsterdam gaan zingen. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Bijzonder inderdaad. Ja. Waar geef je het meeste geld aan uit? Aan het huis. Wat voor auto rijden? Range Rover. Wat is je slechtste eigenschap? Lachen om eigen grappen. Wat is je beste eigenschap? De grappen. is er iemand die nog wel een keer onderuit zou willen schoffelen? Ja, Gregoric. En Gregoric, ja, mensen weten niet wie dat is. Nee, dat is de trainer van Kapfenberg toen. Want waarom dan? Ja, dat was gewoon een hele nare man, vond ik. Is het schande dat je nooit bent opgeroepen voor Nederlands elftal? Ja, ja. Ik zit er nu nog op te wachten. Wat is je favoriete Netflix-serie? Ja, wat ik een van mijn favoriete series vind, ja, die vind ik echt geweldig. En die kan ik nu nog zo weer een keer kijken, vind ik Sopranos. Klassiekertje. Ja, die is echt geweldig, jongen. Die is veel beter dan Breaking Bad, vind ik veel beter. Zo'n Sopranos kan ik zo 5 of 6 de hele dag achter elkaar kijken. Breaking Bad was het, na 3 hield het wel op. Wil je de wereld nog wat meegeven? Je hebt nu de aandacht van de mensen. Ja, jongens... Dat had ik net ook verzonnen. Dat was een... Ja, maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Nou, oh, je ja. Denkt iedereen, oh, ja, ja, de net, ja, er is, ja, geen de net. Nee, eens. En Jos, wil je nog ergens op terugkomen? Wil je de mensen nog iets meegeven op het eind? Nou, waar ik altijd wel veel aan heb gehad in mijn carrière, zijn 2 dingetjes. En 1 was verteld door Jan de Jonge. Die zei altijd van, nou, als jij iets doet, wat je ook doet, je moet het vol overtuiging doen. En dat gaf hij ook direct een goed voorbeeld van, als je een keer een slechte wedstrijd hebt, kun je beter een hele slechte wedstrijd hebben. Dan vergeten mensen dat ook wel weer sneller. Dan lachen ze er een keer om en is het ook wel weer klaar. Hij zei, maar als je... En dan zei Wim Zuurbier, dat was in diezelfde tijd. Dat heb ik ook altijd meegenomen. Hij zei, je kan beter een schip ingaan met je eigen ideeën... dan met de ideeën van een ander. En dat vond ik wel mooi. Daar heb ik nog wel wat aan gehad. Dat is nog wel geregeld teruggekomen in mijn carrière. Ja, jongens, je steekt er nog wat van op. Denk je dat we nog zitten te kijken of zijn ze weg inmiddels? Oh, ik hoop dat jullie er nog zitten, jongens. Lieve kijkbuiskinderen. Goed, dankjewel Jos. Ja, prima. Merci.